Goedemorgen allemaal, ik sta hier bij het gerechtsgebouw te Amsterdam. En wie zie ik hier? Ik zie hier Rob Bril. Hoe gaat het erop? Ja, redelijk. Ja? Wat kwam je hier doen eigenlijk? Ik had 21 keer slapen aan de openbare weg. Oh nee, 2 keer het maken van amok. En 19 keer slapen aan de openbare weg. En ik ben gehoord dat ik ben schuldig zonder toepassing van straf, zover ik begrepen heb. Ja, en wat betekent dat? Dat moet je aan de rechtbank vragen. Dat hebben we niet gevraagd dus. Schuldig zonder toepassing van straf. Ja. En er zijn 2 zaken geloof ik dat de politie onnodig mijn bekeuringen heeft zitten geven en onnodig buurtverboden heeft zitten geven. Ja. En wat ik nu voel is van goh, de vervolging is stopgezet, maar wanneer krijg ik nou al mijn spullen terug? En dat heb je niet gevraagd? Dat is geen begin aan. Nee. Die spullen zijn allemaal verdwenen en ik kan er geen verantwoording over dragen. Nee. En wat mij nog dwars zit is wat er in Osdorp gebeurd is. Ja, dat zag ik ook, hè? Bij de Noordweg. Je zegt, heb je voor mij nog even een paar duizend euro? Dan kan ik ook een paar tenten neerzetten. Want als ik zie dat ze daar met een container allemaal in het ding is gegooid worden. Ja, dat is vernietiging, hè. Ja. Maar Rob, zat jij in Noordweg? Zat jij ook daar binnen? Ik ben even langs geweest in Noordweg. Op vrijdag, hè? En ik heb daar nog, vrijdag. Ja. Ik dacht, nou, de dag van de ontruiming. Ja. Ik moet solidair zijn. Ik moet wel, ik kom daar al met mijn gitaar. Ik kom daar muziekje spelen. Ik kom daar netjes volgens de reglementen een vuurtje maken. En die is ontruimd door de politie, mocht geen vuur maken, dus dat heb ik uit moeten maken. Ik heb het netjes uitgemaakt, ik ben er niet voor gearresteerd, hè? Maar ik ben er wel, zit me wel dwars. Ja, heb jij ook ingehaakt met de demonstranten? Dat je weggevoerd werd? Binnengebleven. Jij bent binnengebleven. Je bent gewoon uit jezelf weg. Binnengebleven, ja. En toen kwamen de agenten en die kwamen daar eerst om me te arresteren en even later, ik ben buitenstaander, ik heb geen legitimatie nodig. Ik werd naar buiten gestuurd en ik ben buiten, wat je dan buiten noemt, heb ik nog gekeken. En ik heb daar zitten kijken van hoeveel mensen er gearresteerd werden, want waren veel. Ook heel veel politie. Ik voelde me eigenlijk nog een beetje schuldig dat ik me niet heb laten arresteren, maar ik dacht van ach god, ik had geen check op dat moment, dus ik dacht van nou ja, oké. Ik zeg, deze keer word ik niet gearresteerd. Ja. Dus ik heb wel gezien hoe alle spullen vernietigd worden en ik heb er geen woorden voor. Ja. Hoe is het eigenlijk met Occupy afgelopen? Want daar, ik weet niet, Beursplein zie ik niks, ik zie niks op de Dam. Occupy heb moeten onderduiken, dat is Nederland, hè. Dat is volgens de Anne Frank traditie. Ja, en hoe bedoel je onderduiken? Nou, ze kunnen wel verblijven, maar ze mogen niet officieel ergens zijn. Want alles is verboden hier in Nederland. Ja. En ik zat eerst nog zo, wat is Occupy? Wat is Occupy? Is dat de nieuwe media? Is dat... Ik zeg, als je zegt van Occupy, dat is een demonstratie tegen de regering hier ook. Ik zeg, nou, dat is alles keurig netjes verlopen. Ik zeg, deze regering is onmenselijk. Hè? Die doet onmenselijke dingen. Ik zeg, ik ben nu vrijgesproken van rechtsvervolging. Terwijl ik al 1 keer zijn mijn spullen al in beslag genomen. Dat noem ik diefstal. En ik ben in de gevangenis gestopt. Dat noem ik vrijheidsberoving, maar dat moet je allemaal kunnen hier in Nederland. Dat is, en als je daartegen demonstreert, dan moet je daarvoor een vergunning aanvragen. Ik zeg, nou jongen, ik weiger om een vergunning aan te vragen voor demonstreren. Maar even de laatste vraag erop. Je weet nou nog steeds niet wat voor het is, hè, wat je nou gaat hebben. Nu ben ik vrijgesproken van slapen. Ja? Dus slapen, dat kan je mij dus niet van beschuldigen. En dat de mensen op de... Ik was erbij, mensen. Hallo, welkom. Ja. Bij het proces van Rob bleek op een gegeven moment dat er een situatie was dat die agent opschreef dat omstanders
waren ineens aandachtig gaan kijken bij wat hij aan doen was. Ja. En dat was dus de reden om hem dan een, hoe heet dat nou, verbod te geven op het? Ik ben juridisch. Een buurtverbod. Een buurtverbod? Toegangsverbod? Buurtverbod, slaapverbod. En dat ging puur erom dat omstanders op de Damrak, ja, hadden vanwege zijn reactie naar die agenten die al zijn spullen meenamen, ja, hadden die gekeken. En dat was toch een reden om Rob hem van die openbare ordeverstoring. Maar ja, het zal niet de laatste keer zijn dat Rob hier is. Ik geloof dat Rob gewoon de weg wel weet hier naartoe. Ik weet niet hoe lang ik nog geen leven blijf. Jawel Rob, kom op. Je bent dat fenomeen, ben je. Hey, maar ik wil zeggen, Rob. Het gerechtsgebouw dat is niet vreemd van mij. Nee, jeetje, dus, een beetje tweede huis, zou ik maar zeggen. Ja, maar ik zeg, het moet verbouwd worden. En trouwens, de koffie is nog wel duur hier ook, hoor. Hey, 2 uur. Ik zeg, het is niet te geloven, maar wat dat betreft zou ik hier best een kap voor de deur op kunnen richten. En dan mijn eigen koffie kunnen gaan inschenken. Okay. Hey, maar Rob, ik zou zeggen, we zien elkaar wel weer, hè? Ja, ik denk het wel. Ja, oké, hoi.